allemaal. Mijn naam is Peter. Naast me zit. We hebben het er al even over gehad. We doen altijd elk jaar met Lekker Spelen. Elk jaar een nieuwe co-host. Afgelopen jaar was dat Timon. En we hebben al aangekondigd dat er een nieuwe co-host aan zat te komen. Er is nog wat contractwerk te doen. Dus het is nog niet deze week dat die nieuwe co-host er is. Deze week is Timon er gewoon nog eventjes. Dankjewel voor de aankondiging. Hallo. En we vroegen jou, welk spel wil jij dat wij spelen? Nou, Habbo. Werd er gezegd, Habbo. Ja, hier kijk ik al wekenlang naar uit om dit te spelen. Ik vind het mooi dat het in mijn laatste week bij Lekker Spelen, dat ik dit dan ook mee kan pikken. Ja. Ja, ik hoopte dat ze dit spel zouden kiezen keer op keer. Maar dan kozen ze Portal, ze kopen en ze kozen welk spel we allemaal gespeeld? RuneScape, ja. Amnesia, Spoor. Ja, dat zijn niet mijn spelletjes. Kijk, Habbo, dat is wat ik graag doe met mijn tijd. En ik ben nu blij dat het dus eindelijk gaat gebeuren. We zullen wat enthousiaster zijn dan normaal. We zullen onszelf misschien wat minder onder controle hebben. Maar daar moet je maar gewoon een beetje rekening mee houden. Want voor ons is dit eigenlijk gewoon echt een even genieten. Even genieten. We gaan waarschijnlijk zitten ook te veel in het spel. We zullen niet vaak in de chat kijken omdat we zo intens bezig zijn met dit spel. Ja, we zullen ook niet zoveel praten als normaal. Nee, inderdaad. We zijn aan het genieten gewoon. Dan moet je ons even zitten in ons element en dan moet je ons laten gaan. Ja, dat moet je gewoon doen. En jullie kiezen dit voor ons, mogen we ook genieten, kom op. Mag ik even een bedankje doen aan... Ga jij even mensen bedanken? Kutjoch, / je kent hem wel. Ik ken hem. Resub. Is dat een resub? Ja, heel erg. Is hij gewoon weer binnen? Het is gewoon weer binnen. Kutjoch, / die zegt ook van... Hey, ik hoef die eer niet, ik ga het niet live doen. Ik doe het een beetje achter de schermen. Toch bedankt, we toch zet je hem even in het licht. In dat zonnetje. In het zonnetje bedoel ik, ja. Hij is niet de enige, hoor. Nee. Zijn er nog meer? Renwan 86. Wacht dan eventjes. Je komt zo aan de beurt. Je weet dat ik met Renwan 86 bezig ben. En dat vind ik vervelend. Maar dat is ook niet... Het is elke week hetzelfde gezeik. En daarom wil ik stoppen met Lekker Spelen. Ja. Je wil gelijk stoppen ermee. Renwan 86. Dat is mijn... het was mijn favoriete... Subscriben, heel erg bedankt daarvoor. Gelukkig is er altijd, nou gelukkig wil ik niet, ook weer niet zeggen, maar er is baas, zeg maar bovenbaas, Emilian Spoe. Dat is persoonlijk mijn echte favoriet. Mijn is eigenlijk Michael Nicht, maar hey, wie ben ik dan om dat of jou te beoordelen? Ik ben van Emilian Spoe en dat zal ik denk ik ook wel mijn hele leven blijven, dus ik weet niet of daar iets aan gaat veranderen, maar ik hoor geen geluidje, dus misschien is het echt zo. Nou, Michael Nicht, je bent mijn favoriete, die van Peter ook. Ik zet het even in beeld. Ik ga toch wel mijn gedachten veranderen. Michael Nicht, heel erg bedankt. Volgens mij ook een resub. Dus dat is een nog groter bedankje zelfs. Zo, twee keer geabonneerd. Dubbel. Hey, zullen we gaan beginnen? Ja, we gaan een spelletje spelen, Peter. Lekker spelen. Heb je dit eigenlijk ooit eerder gespeeld? Ik weet niet echt wat het is eigenlijk. Volgens mij is het een chatsite. Een chatsite. Puur chat. Je kan toch ook wel iets spelletjes doen of zo? Ik heb geen idee. Je kunt je kamer volgens mij inrichten en je kunt spelletjes spelen. En als er dingen, even kijken, drie dingen zijn die ik leuk vind. Ook nog een poppetje maken, toch ook? Koprollen vind ik leuk. Ja. Paarden. Ja. Ik heb je over paarden gehoord. En chatten vind ik leuk. Ja, dat is gewoon jouw ding. Dan zit het er helemaal goed. Misschien kunnen we een paar dingen combineren. Ook nog een koprolletje erbij. Even kijken. Een ding was... Ik was dus even net een account aanmaken. Zijn wij dit? Zijn we geen lekkere vrouw? Ja, we konden het aanpassen en zo, maar ik... Oh, het kan hier alsnog. We gaan even omkleden. Maar ik klikte per ongeluk dus gewoon weg. Want het interesseerde me heel veel. Ja. En toen, nu heten we Lekker de Vu 49. 48 was ook al bezet, dus... We gaan even ons gezicht omkleden. Oh, je vindt je gezicht wel goed zo? Ja, dit is prima. Lekker kopje. Wat is dit dan allemaal voor verschil? Oh, zullen we wat geld uitgeven anders? Oh, kan je ook geld uitgeven? We hebben net geld gekregen van Michael Nicht. Kunnen we het gelijk doorsturen naar Habbo? Doorsturen naar Habbo, ik bedoel... Ja, inderdaad. Nou, dit vind ik prima eigenlijk, eerlijk gezegd. Ja, dit is gewoon prachtig. Wil je met ons meespelen... Lekker de VU 49.
Voeg ons even toe en dan kunnen we even babbelen misschien. Kijk, volgens mij hebben we er al 27 vrienden. We accepteren ze niet eens, ze zijn al vrienden. Ja. Ze zijn wel gek geworden deze mensen. Ja, stoppen mensen even met abonneren. Dan kunnen wij weer het spelletje spelen. Snap je dat wel? Hallo meneer. Clown tipsy. Geinig. Hij is tipsy en een clown. Dat vind ik geinig. Dat is gewoon een beeld. Ja, dat beeld. Dan zie je het al voor je. Is gewoon een clown? No. Die een beetje aangeschoten is. Ja, dat is geinig. Kijk, hallo meneer, dat vind ik minder geinig. Dat is iets... niet grappig. Nee, dat is niet grappig. Wil het alsjeblieft niet meer doen. Kun je het beter niet meer doen. Alleen mensen subscriben met een grappig naampie, zodat wij even kunnen lachen. Ja. Wat hebben wij nou aan geen geinig naampie? En daarom is hallo meneer niet... Oh, ik krijg een brok in je keel. Ik krijg een brok in mijn keel en dat vind ik niet zo vreemd. Nee, het is ook niet vreemd op zo'n moment. Dan vind ik hallo meneer niet mijn favoriete subscriber, maar dat is gewoon clown tipsy. En dat zet ik dan ook even in beeld. We zetten gewoon gerust in beeld, daarom moeten we even stoppen. We zetten even in beeld. We gaan nu echt beginnen. Oké, nu gaan we een spelletje spelen voor de andere 1000 mensen die kijken. Die moeten nu wachten naar hoe wij mensen bedanken. We gaan één iemand eerst eventjes... Nee, we kunnen toch ook gewoon in ons eentje een server joinen? Ja, inderdaad. Maar dat gaan we doen ook. We kunnen toch één vriend erbij hebben. Gewoon in die één vriend, we willen even... Anders zijn we zo vriendloos. Dan word je als zielig gezien in deze... samenleving. Kies eentje uit met het geinigste naampie. Als er iets met poep bij staat, dat zou echt perfect zijn. Stoere boy. Als we bevriend zijn met een stoere boy, dan lijken wij ook iets cooler. Hè? Dat moet je ook begrijpen. Kijk, was Bear Grylls hoor. Als dat die nou in dat spelletje, dan wist ik met wie ik bevriend werd. Ja, inderdaad. Want met Bear Grylls kan ik gewoon echt goed opschieten. Dat is een fijne jongen. Dat is een fijne jongen. Okay. Hij werkt ook bij Discovery, hoorde ik. Ja, heb ik ook gehoord. Ik weet niet wat hij dat doet precies, maar stoere boy. Stoere boy, welkom in onze vriendenlijst. Geaccepteerd, ik accepteer. Ja, in onze kringen ben je geaccepteerd. Oké, dan gaan we even uitzoeken wat we kunnen doen. Oké, hoe moeten we... Een startkamer. Dat lijkt me logisch. Dit is een startkamer, denk ik, of niet? Dit is geen kamer, toch? Dit is niet helemaal een kamer. Gaan we weer. Kunnen we niet de ijzige... Nee, dat moeten we zeker allemaal kopen, deze troep. Wat wil je bekijken? Ijzige ijskasteel. Nee, dat hoef ik niet te zien met... Kan je hier niet waren dat die creme coins? En die creme coins die hebben we nog niet, die moeten we eerst spelen. Mijn spullen, we hebben spullen. Behaal de badge. We hebben die badge, die hebben we binnen. Jongens, het is nu al een succes. Het is echt al een succes. We kunnen van een succes spreken. Ik vind de soundtrack ook goed trouwens. De soundtrack is ook goed, dus wel. Dus echt, Stoere Boy is er ook bij, kunnen hem joinen. Wat is dat voor een logotje? Ja, dan moet je gokken. Dit is een soort van gokspel, weet je wel. Het is al een puzzelspel in het menu. We zijn 10 minuten bezig. We hebben geen idee waar we mee bezig zijn. We moeten niet ons wachtwoord aan de stoere boy geven, want dan gaat hij vandoor. Hij is toch een vriend, dat zou je toch niet zomaar weggeven? Kunnen ze onze meubels stelen? En misschien onze badge. Staat er niet, maar ik neem het zeker voor het onzeker. De badge, die neemt niemand van ons af. En hoor ik daar een... fijne klank in mijn oorschelp. Ja, zo gaan we nooit beginnen met spelen. Ik weet niet wie die man is de boel gewoon weer probeert te verstieren voor iedereen. Ja, iedereen loopt te wachten dat wij mensen gaan bedanken, weer stoppen met spelen even, terwijl we nog niet eens zijn begonnen. Maar het is wel pure relax. Dus het is echt zo van, boeien. Hey, boeien. Hey, boeien. Hey, boeien. I'm just pure relaxed. Boeien. I'm purely relaxed. Hey, boeien. Hey, trouwens, moet ik ook nog even in de chat even kijken wie er allemaal bij zijn? Nee, gaan we even spelen en daarna... Maar weten we niet wie erbij zijn. Ja, dat is lastig, maar dan gaan we zo meteen kijken wie erbij zijn. Ik zie heel veel subscribers, die zijn wel heel blij dat jullie kijken. Dat is een beetje het punt wat we willen maken. Inderdaad, behalve roekeloos. Oh. Hij is te cool voor die O. Hij is te cool voor de O, maar moet ook cool terugkijken. Moeten we zeggen? Yo, what up, gast? Dat vind ik cool, persoonlijk. Doen we gewoon yo, what up, gast? Gast zonder thee, hè? Want we zijn te cool voor die thee. Natuurlijk. Kijk, wat daarover te zeggen heeft. Nee, waar is onze afro heen? Had je die aangeklikt? Ja, volgens mij wel. Ik had die dikke wenkbrauwtjes met die afro. Die goede kaak zeker ook. Ja. Nu gaat hij ons zeker dissen. Ja, hey, waar is jullie afro, zielige sukkels? Whatever. Zullen we gaan hangen? Zullen we gaan chillen? Kunnen we vragen? Ja, zeg, zullen we chillen, dude? Zullen we chillen, dude? Hij is een stoere boy, dat zou je wel kunnen waarderen, denk ik. Ik ook wel. Straks heeft hij door dat we maar nep doen. Inderdaad. Dat we fakers zijn.
We kunnen toch al de tijd liegen en doen alsof we cool zijn. Yo, wat ben je? Een faker? Een hater? Ja, we kunnen het aan hem vragen of hij een faker is. Dan lijken wij cool, zeg maar. Ja. Dus lijken we door zijn ding heen te prikken. Of hater. Oef, wat? Hoeveel badges heeft hij? Hij heeft gewoon 4 badges. We hebben hem al bijna ingehaald, want kijk, ik zag hier al 3 badges binnen. 2. 3 badges, bitch! Nu, we zijn die badges, bitch! Oké, we gaan hem in de kamer plaatsen. Een cadeautje. Maak het om. In deze kamer plaatsen. We hebben nog niet eens een kamer, waar zijn we? We komen bij de kamer, we moeten ook een beetje de chat kijk, ik ga in de chat kijken, jij gaat knopjes indrukken. Ik ga willekeurig knopjes indrukken. Hoe komen we in onze kamer? We zijn al in de kamer volgens mij, man. Is dit ons huis? Oh, hier zijn we wel. Maar... Is dat een kamer? Dat is een volledig balkonnetje. Oh, hij is echt de shit. Dus, ja, hij is de echte shit. Oh ja, dan moeten we even... Oké. Okay. Wow, ik wil niet stoelen, maar ik heb 12 badges, zegt iemand in de chat. Rikkels, kun je diegene even bannen? Bannen, want... ja, bannen alsjeblieft. We hebben echt helemaal... Klik op je poppetje. Oh, dat poppetje. Ja, en dan... Talenten, wat zijn onze talenten? Maak een kamer aan. Oh wacht, geen tijd voor talenten. Mijn kamers. Hoe kunnen we dit spel nou al niet snappen? Ik heb het al. Oh, maak een kamer. Fuck. Nee, ik zat te denken aan een pure relaxed. Een pure relaxed kamer. Ja. Gewoon pure relaxed. Oh man. Doe even zijn naam Era natuurlijk. Ja, even het hoofdlettertje. Helemaal niet, het is helemaal geen moeite voor ons, dus wat betekent die 119 onderin het scherm? Pure relax, whatever. Kameromschrijving. Alleen voor de chillen dudes. Hashtag keep Kane alive, want dudes and dudettes. Toch? Is het toch? Oh, dat heb ik nog nooit gehoord, maar het klinkt wel cool. For life. Keep Kane alive. Moet wel bijstaan. Want Kane is opgesplitst. Of ze zijn gestopt. Eén van de twee. En wij gaan ze persoonlijk allebei terugbrengen. Allebei geen goede situatie. Dus, Hier, de chilltage. Oh, op hoog. Goed. Kunnen we dat op hoog chilltage, zetten? Chilltage, ja, dat is goed. Aantal bezoekers. We hebben toch één vriend? We hebben één vriend, geloof ik. Dus Tour the Boy. Dus, 25? 25 moet hem al genoeg zijn. Ruilen die toegestaan, iedereen kan ruilen. Iedereen mag ruilen, in onze room mag iedereen dan ruilen. Gaan we het gewoon niet zielig doen. Dan gaan wij niet zielig doen, als wij in iemand onze kamer komen, willen we ook graag ruilen. Als ik zin heb. Als je mogen zin we gewoon hebt, hoor. Zoveel tegels? Ja joh, knal die tegels erin. Wow, dit is een chiller room joh. Dit is een chiller room. Je hebt echt een chiller room gemaakt. Dankjewel. Oh, ze komen al binnen, ik heb niemand nou, uitgenodigd. Ik heb niemand uitgenodigd, wat komen die mannen nou weer doen? Dat is vervelend. Dit is naar, maar ik ben zelf heb geen deur erin gezet. Je hebt geen deur in je kamer nee, gezet. Dan nou, krijg je dat soort dingen. Krioelen ze gewoon naar binnen hoor, die smerige als lekker insecten. Aan het krioelen. Hoe komen ze hier? Ze zijn sneller mijn nieuwe huis ingekropen dan ik zelf. Ja, wij zaten nog niet. We hebben nog niet eens een bed geplaatst in onze kamer. Er komen van die vieze mannetjes met hun vieze vingertjes. Geef me even tijd om even te wennen aan mijn nieuwe omgeving, mijn leefomgeving. Hier zit nog een heel... put naar de hel of zo, pure duisternis. Kom er net in vlammen uit. Had ik nog wel even een tapijtje overheen willen leggen of zo. Ja, nu ziet iedereen het al en denkt iedereen dat we slordig zijn. Wat dat ben we sloddervossen zijn. Nou, die smerige sloddervossen. Je hey, komt hier in het huis en een beetje stelletje sloddervossen. Waarschijnlijk ruilen. Waar zijn we? Waar zijn we? We worden iedereen gewoon overspoeld. Iedereen is aan het praten. Ik weet niet hoe we zelf heten. Oh, hier staan we. Ja, de Lekker de Vu, 49. Ik dacht dat het 48 net nog was, maar goed. We hebben respect gekregen. We zo, hebben respect gekregen. We krijgen respect in onze chiller room. Nou, dan weet je het. Zullen we even wat spulletjes in ons bedje knallen? In ons bedje of zo eerst in het bed doen? Meubels, we hebben cadeautjes. Oh, misschien geven ze ons dingen. We gaan ze plaatsen. Gaan we nou echt een cadeautje in moet de ze, pit? Moeten ze die sprong maken? Ja, wie onze cadeautjes wil stelen? Het zijn echt cadeautjes, of moet je het... Ik weet niet, we gaan het gewoon plaatsen. Oh, je hier. Moet het plaatsen. Dan moet gaan je... we zien wie de skraper is, als we hem hier in een cadeautje ja, inderdaad. Plaatsen.
Kijk wie er zo snel mogelijk naar het kutpakketje loopt. Helemaal niemand. Waarschijnlijk helemaal kunnen niemand. Ze dat niet doen. Ga maar anders... gluren. Wij gaan gluren wat erin zit. Toch al benieuwd, weet je. Ja, ik ben toch wel... Wij zijn uiteindelijk toch maar die scrapers met z'n tweeën. Oké. Ik hoorde trouwens een... Ik hoorde een subscribe en dat is Esther. Dat kan alleen maar Esther zijn. Ik hoef niet eens te kijken. Ik kijk ook niet hoor. Ik weet er nog niet zeker of er is, maar... Nee, ik ga niet eens kijken. Ik ga niet kijken, maar ik ga vanuit dat dit Esther is. Dat kan niet anders. Oh, Esther, om precies te zijn. Dat is volgens mij ook mijn... Was dat mijn favoriete subscriber? Ja. Ik heb het alvast in beeld gezet voor je. Oké, dankjewel. Ja, we kennen elkaar goed. Zal ik er nog... Hey, er zit een smerige gluiper bij. Hey, die zit bij ons pakketje! Afblijven! Kik hem alsjeblieft uit ons... Fluister in zijn oor. Ik steek je in je nek als je in mijn pakketje komt. Even fluisteren. Ja, dan moet je gewoon fluisteren. Mag niemand anders horen. Niemand hoort het. Wij staan helemaal aan de andere kant. Iedereen zit tegen ons aangeduwd. Ze zitten helemaal omringd. We kunnen niet meer weg. Wij zitten te fluisteren tegen dat poppetje hier ergens. Ja. Hoe hard fluisteren wel niet? Kom, we gaan naar ons pakketje. Ik wil even gluren in het pakketje. Trouwens, ik wil je niet verbeteren. Maar is het geen panketje? Was het... Zei ik pakketje? Ja, het is, het is panketje. We gaan even kijken naar het panketje. Hoor. Ja, ik twijfelde dus. Ik weet het ook niet zeker. Wat zit er nou altijd bij de panketje? Zal maar draai hem. Draai hem even een keertje. Twee. Kun je nog een keer, je kan er nog meer draaien. Je moet hem ingedrukt houden, denk ik. Nee, hoor. Ja, maar hij staat goed, hoor. Hij staat gewoon, nu staat hij ook al goed. Zal hem even verplaatsen, want ze zitten allemaal met die vieze tengeltjes. Misschien kan je hem ook oppakken. Is dat niet dat je hem uitpakt of zo? Nou, gaan we proberen. Iedereen komt achter dat pakketje aan. Ja, het smerige pakketje is van ons. Pak op. Nou, er zit weer gewoon in dat broekzakje. Hoe kun je een pakketje openmaken? Dat weet ik niet. Dat wat is dit nou? Timon. We krijgen pakketjes overvloed met... overstroom met pakketjes. Er zit maar één ding op en we moeten ze gewoon allemaal hier neerzetten. Ja, dumps, dan kan iedereen gluren van afstandje. Heel netjes op een rijtje met ik afstand. Ik kan er niks aan doen. We stapelen ze zelfs per ongeluk. Laat meer mensen in je room toe, zegt Afrikanenbaal. Ik weet niet of het kan. Want we kunnen toch maar 25. Ja, dat dacht ik ook, maar wat weet ik. Maar kun je ze ook opstapelen? Daar zijn ze aan het stapelen. Dit doe je heel goed, Peter. Helemaal niet verkeerd, toch? Misschien kunnen we ook wel even gewoon iets naar een ander kamertje. Bij iemand anders in de kamer. Of kan je... Ik zie het voor me dat je ook echt in de stad kan lopen, of zo. Ja, dat weet ik niet. Oh. Ik piep hem in ieder geval. Ben je weg? Dubbel klik op dat sappige pakketje. Zeg, het is panketje trouwens. Het is panketje. Moet je Rikkels verbeteren die man even. Het is panketje. Maar was dat nou Vincent 10.000? Ja, die 10.000. Net kabinet. Ik zag volgens mij ook de Swag Lover of zo. Oh, dat heb ik niet gezien. Swag Overload. Swag Overload. En die zit hier aan het juiste adres. In deze chill. Dit is een chill streampie. Volgens mij staat het ook in de titel. Dus waarom vertel ik dit? Dat weet ik niet. Heel apart. Je gaat altijd jezelf herhalen en zo. Dat is ook niet nodig. Ja, maar je kan Rikkels. Dat is een van onze moderators. Die kun je niet goed vertrouwen. Dus waarschijnlijk heeft hij het niet aangepast. En dan zitten wij weer met die gebakken peer, weet je wel. Hey, ik zit niet graag met gebakken peer, Timon. Dan moet ik ook vind even vind niet lekker. Zijn. Dat heb je vaak gezegd. Lekker. Wat zijn we nu? We hebben een achievement gehaald. Een achievement. We hebben die achievement gehaald. 4000 punten. 5 badges. We hebben die man ingehaald, die stoere boy. Ze vragen waar hij nu mee bezig is, stoere boy. Vraag hoeveel badges hij heeft. 50.000 punten waren het, of zo? Nee, vraag hoeveel badges die man heeft. En geef hem onze wachtwoord ook gelijk even. Ja. Maar mag ik bla bla bla. Ik ga het niet lezen. Waar ben je mee bezig? Hoeveel badges heb jij in? Nerd? Nerd. Noem hem een nerd. Ga je hem geen nerd noemen? Hoe komen we weer terug in onze kamer? Want ik weet ben in het niet. Totale duisternis beland ben ik nu. Dat is onze chillax room. Pure relax zijn we weer. Wat zitten ze nou ons spullen in ons huis? Je mag, waarom kan dit? Je mag ruilen. Maar dan geven ze die vinger en dan nemen ze de hand! Ja, dat zijn allemaal spulletjes. We hebben nog niet eens dingen neergezet. Het staat zelfs een rij voor onze deur. Kijk nou, gewoon een rij! Ja, waarschijnlijk zijn er nog een paar honderd man erachter. Oh, het was geen spulletje. Het was een man in een kist. Dat het is een geinig mannetje. Moet een muziekje of zo regelen? Wat is dit? Muziekje. Nog achievement? Weet niet. Ja, nog een achievement. Ja, kom lekker, kijk, jongens. Dit is ook. 90 minuten in mijn kamers. Zijn we al 90 minuten binnen? We zijn al 90 minuten binnen. Maar de tijd gaat snel als je het speelt. Ja, het is plezier. Dan gaat het gewoon heel erg snel. Dit is gewoon genieten hier.
En Dova Jai... Joop? Joop? Dova Jep? Jep. Dat is mijn favoriete subscriber. Heel erg bedankt voor het abonneren. We waarderen het met onze zielen. Met mijn hart. Heel mijn hart. Ik persoonlijk met mijn ziel, maar dat is misschien voor ieder mens verschillend. Dat weet ik niet. Ja, voor jou is het dan anders. Voor jou je ziel, mijn hart. Ja, die stoere boy zegt... Kijk, ik durf niet zomaar met getallen te gaan gooien, zo hoor. Maar mijn aantal bobba's is erg hoog. We hebben gezien dat het vier waard. Inderdaad. We spelen echt 10 tellen. We hebben hem al echt van die map geveegd. Ja, opeens gaat hij liegen ook nog. Dan weet je dat het treurig is. Ontvriend hem. Ontvriend de stoere boy. Hij is niet zo cool als ik dacht. Verwijder die man. Hoe doe ik het? En wij veranderen ons aangeven. En wij aangeven bij de moderator. Geef hem aan. Geef hem aan. Hopelijk wordt hij geband, die man. Niet cool. Niet cool. Niet cool. Volgens mij gaat hij naar school. Straks is het echt zo'n account die heeft hij echt honderden uren ingestoken. Ja, maar dat is ons probleem niet. Moet je hem niet zo uncool tegen ons ik doen. Ik heb het gedaan. Hey, verander onze naam even naar de stoere boy 98 dan. Ja, dat hadden we moeten doen, al wist ik hoe. Dat is een beetje jammer. Kunnen we onze vrienden even... We nemen zo'n nieuwe vriend hoor. Ja, inderdaad. Zullen we een nieuwe vriend aannemen? Achievement! Come on! Iemand ontmaskeren. Ja. Kom achter de waarheid. Achievement behaald. Hier. Stoere boy. Het spijt me, spoere boy. Spoere boy. Was het spoere boy? Ja, spoere boy. Aanbellen. Oh, we kunnen wel bij hem langs. Ja, ga aanbellen. Hartig woordje. Ja, we gaan hartig woordje. Voor dat hartige woordje. Ik ga even kijken of die deur open doet. Huppakee, we zijn binnen. Oh, hij heeft wel... Misschien is het toch al stoerder dan we dachten. Ja. Kunnen we net een padje? Misschien hadden we niet te snel moeten zijn met onze aangeven. Hij is ook gewoon aan het open haartje aan het kijken, die gozer. Hij is zo cool dat hij ons gewoon negeert, weet ja, je wel. Ja, inderdaad. Mogen gewoon binnenlopen. Hé, hey, de deur is open. Hij zei waarschijnlijk, de deur is open. Kom maar whatever. Binnen. Whatever. Ik ben aan het chillaxen in het hoekje. Kijk maar wat je doet. Boeit me niet. Boeien. Hé, hey, pak maar wat spul uit de koelkast. Whatever. Echt hoor, deze man. Maar hoe kunnen wij nou... Ja, dit is lastig, want hoe kunnen wij nou weer... Nog cooler lijken. Ja, want dan gaan we hem aanspreken en is het zo van... Oh, yeah, yo, whatever. Ik moet er gewoon een heel nonchalant doen. Zo, yo, ik kom net... Wat is cooler dan wat hij hier niet heeft staan? Moeten we even iets zoeken wat... Wie is deze man nou weer? Dat is PhysX. Dat is gewoon PhysX. PhysX, ja. Het klinkt logisch dat hij hier is. Kan ik ook mijn camera nog... We gaan gewoon hier staan. Zoek iets wat hij niet geen heeft. Geen oogcontact. Moet eerst iets vinden wat hij niet heeft. En dan kunnen wij zeggen van... Hé, hey, ik kom net uit mijn ding. Wat wij wel hebben en super cool is. Ja, ik kom er cool. Nog cooler over. Maar heeft hij geen tv? Een flat screen HD screen. Flat screen in zijn open haard. Is het een haard? Tv? Ja, man. Dan zeggen we dat we een open haard hebben. Hij heeft geen open haard. Oh. Ik zat net naar mijn vuurtje te kijken. Whatever. Kijk wat hij nu te zeggen heeft. Ik wil geen oogcontact maken eigenlijk. Nee, moet ik doen. Kunnen we geen zonnebril opzetten? Dat is ook cool hoor. Dat is wel cool nu ik erover nadenk. Dat is, zonnebril is cool. En een hempie zeg maar. Kunnen we dat even doen? Even kijken hoor. Even omkleden bedoel je dat hempie? Ja, een hempie en dan misschien een zonnebril. Even kijken hoor. Nou, dat zie ik voor mij een hempie staan deze... Dat is een hempie. Het eerst kunnen we dragen. Even dat hempie. De populairste looks. We willen er ook wel bij horen op ja, zich, we willen wel bij look. Maar wat zijn die looks? Nou, dit is wel populair, man. De blote voetjes? Dat is niet mijn ding. Ja, waar is onze... Zonnebril. Kunnen we geen zonnebril doen? Wat is dit voor een spel? Ik wil dat hempie ja, aan. Ja, dat hempie is goed. Silent Shannon. Dankjewel. Was het die Silent Shannon? Je bent welkom in een groep. Ik beoordeel het. Je bent geaccepteerd. Soms weiger ik nog wel eens mensen van... Hey, oké, dit gaat te ver. Je bent niet welkom in mijn groep. Maar jij bent binnen. Ik heb mijn poppetje verwijderd, man. Heb je poppetje verwijderd? Ja, die nee, Silent Shannon. Ik schoot toen uit. Je schrik er wel van. Ja, tuurlijk schrik je ervan, man. Dus nu hebben we geen zonnebril en geen hempie en blote voeten? Ja. Wat is dit nou weer voor een teleurstelling? Afro hebben we wel weer te pakken in ieder geval. Misschien kan ik hem weer... Ja, die sterke kaak. Of alleen dat hempie, maar waar is het hempie? Nee, bij het shirtje, hier links. Hier, de hempie.
Ja? Ik zal wel gluren voor je. Maar dat hier, dat hempie. Oh. Ja, hier. Oh, ja. Die is ook al goed. Een hempie over een trui. Dan zijn we niet dan... Dan zijn we niet alleen cool, maar dan hebben we het ook nog eens warm. Inderdaad, misschien is dat ook beter. Okay. De zonnebril hebben we ook nodig. Ja, maar die kunnen we niet doen, denk ik. Oh ja, hier misschien. Hier, hier, ja, zonnebril. Ja, ja. Oh. Lijp. Lijp. Nee, we moeten deze... Dan denk ik echt van, hey, whatever. Whatever. Het boeit mij niet welke bril ik op heb. Whatever. Ik wil, nou ja, die schoenen die komen dan wel, maar dit is ook een beetje whatever, hè. Wat gewoon in je eentje gaan staan. Nee, sandaaltjes. Kunnen ook wat nummertjes gaan spelen. Dan zijn we de DJ's zijn cool, toch? DJ's zijn koop er één. Zullen we er één kopen? Ja, kopen er eentje. Hoeveel cents hebben we? Drie. We hebben drie coins. Dat is de prijs. Hebben we die? Hoeveel tientjes hebben we? Drie. Een nul. Oh. We hebben nul. Kunnen mensen ons geen geld geven of zo? Die creme coins. Oh, zullen we er gewoon even bij gaan? Ja, maar eigenlijk hadden wij er eerst in gemoeten. Dan gaan wij als eerst in dat badje en kijken of mensen bij ons komen. Ja, en dan precies. Is het echt zo van, whatever. Whatever, ik chill gewoon hier even, jongens. Hey, jongens, ik ga hier chillen. Oh, je gaat in mijn stoel zitten. Oh, dit is het? Whatever. Kijk. Het lukt al hoor. Ik zeg ook even whatever. Ik denk niet dat we ons wel bewezen hebben dat we cool zijn. Ik denk dat we naar huis kunnen. Inderdaad. Om onze normale kleren weer aantrekken of zo. Nee man, nooit meer. Zullen we naar ons eigen huis gaan? Even kijken of die mensen al weg zijn. Ja, waarschijnlijk zitten die nog steeds in ons huis hier. Wat ja, gebeurt hoor. Er nou? En ze worden ook steeds wat bizarder. Zijn voor mannen, ja. Komen opeens groepen mannen nog steeds. Mannen met zakken over hun hoofd. Een naakte, werkelijk een naakte man. In zijn eentje. Ja, te zitten. Iedereen stop met chatten nu. Stop met chatten, stop allemaal. Met chatten chill, nu! Stop! Melkpak is geabonneerd. We hebben hem binnen. Dit is in de pocket, die man. Dit is een piek. Dit is een piek op ons werk. We zijn binnen, we kunnen eigenlijk stoppen. Nu kunnen we eindelijk stoppen. Want daar gingen we voor. Je hebt een beginpunt en een einddoel. Einddoel was melkpak. We hebben hem te pakken. Echt, ik vind dit mooi. Ik kan hiervan genieten. We hebben hem te melk. We hebben pakken. Meer dan een jaar lang hier naartoe geleefd. Ga je dat negeren? Wat er? We hebben hem te melk pakken. We hebben hem. Oh, die mannen zijn dansen. Ja, dat verdient het toch ook? Kom op even, zonder muziek. Dat is Trion. Dat is Trion. Natuurlijk is het Trion. Kan ook niemand anders zijn, het is Trion die aan het dansen is. Hoe dansen we? Worden er uitgedanst? Oh man. Kijk dat respect, we dansen nog niet eens. Trion krijgt zoveel respect. Hoe dansen we? Hier op mijn gezicht. We hebben nog wat achievements erbij trouwens. Nog wat achievements, hebben we nog wat badges erbij, want daarvoor doe ik het eigenlijk. Ja oké, even kijken hoe het zit met die badges. Zes badges. Zo, de perfecte entertainer zijn we ook, geloof ik. Dat is goed, volgens mij. Iedereen is aan het dansen nu, behalve wij? Ik weet niet hoe. Ik wil ook dansen, man. Deze kunstenaar, laten we ook even doen alsof we kunstzinnig zijn. Even naar een muur staren. Daar is die ene man. Wat heb ik honing aan mijn reet of zo? Ja, heb waarom? Ik honing aan mijn reet? Whatever. Oh, whatever, maybe. Hoe dansen we, man? Hebben we niet wat pakketjes die we kunnen opstapelen? Oh, gaan we pakketjes opstapelen? Nee, we zijn toch Hobbo Hotel aan het spelen. Laten we ons ook even genieten van die pakketjes. Ik wil je wederom niet gaan verbeteren, want ik weet, dan zijn we live en het is wel irritant. Maar doe het even snel. Stil. Niet dat iedereen het hoort. De hele tijd dezelfde fout, zeg maar. Ik snap ook eens dat het een beetje irritant is. Daarom wil ik even zeggen, ik weet het ook niet zeker, maar volgens mij is het pakketje. Oh. Zei weer pakket? Je zei pakketje, maar dat is gewoon waarschijnlijk een gewoonte. Dat is misschien gewoon een accent dingetje, maar het is gewoon bij pakketje. Ja, ik heb wel een accentje, ja. Nou. Maakt niet uit. Dan gaan we gewoon al die pakketjes... Pakketjes opstapelen, Peter. Even kijken, hier heb ik nog wel een pakketje. Of zullen we hem gewoon even kijken of we hem kunnen dubbelklikken, zoals de chat zei. Inderdaad, zullen we dat proberen? Oké, dan weet ik niet. Dat is lastig.
Ja, open hem! Zet Goat Mask. Zet het op! Ik heb het geplaatst. Waar ben je? Waar zijn we? Weet niet. We staan hier, naast de man die naar de muur aan het kijken is. Zijn we aan het dansen? Nee, niet. Die heeft de man... Hey! Hey! Die heeft zijn kleren afgepakt, die vieze dik! Het is een trend. Trendsetters. We hebben een Goat Mask, toch? Kunnen we kijken? Ja, zet een maskertje op. Nu kunnen we al die, nu kunnen we die pakketjes niet meer openmaken. Die hebben we daar geplaatst. Die hebben we niet meer nodig. Die heb je niet meer nodig, dus ja. Maskertje. Hoe? Ik denk bij het snorretje. Oh, hier, of niet? Nee. Een zakkie. Het is ook geinig allemaal hoor, moet ik zeggen. Het is allemaal geinig, maar zijn we geinig of zijn we cool? Je moet denk ik bij het snorretje kijken. Nee, bij het petje. Ja. En dan bij het snorretje, maar dat zit over je gezicht heen. Daar is dat hem? Is dat de Goat Mask? Nee toch? Volgens mij wel. Het ziet niet uit als een geitje, moet ik zeggen, maar... We kunnen ook een baard nemen. Waarom hebben we geen baard? Ja, ik wist niet dat het kon. Wel een kleurtje, geen grijs baard. Whatever. Whatever. Ik ga ze allemaal openen. Oké. Gewoon negeren die mensen. Wat eentje? Nou, dat is zo'n stront cadeau. Zet in mijn kamer, zeg ik. Maar hoe doe ik het? Wow, wat is dat voor ding? Dat is een robot. We hebben ook een robot binnen. Iedereen uit het huis, behalve die robot. Open dit cadeau. Het gebeurt wel allemaal. Zet in mijn... Ik zeg zet in mijn kamer. Deurmat. Ik zeg zet in mijn kamer, dat gebeurt niet. Die knop werkt gewoon niet. Die knop werkt niet. Die hebben ze wel in het spel gedaan. Ze dachten, niemand gaat het toch gebruiken. Whatever. Whatever. We hebben... Nog een deurmat. Dankjewel, die hadden we nog niet. Hey, bedankt man. Super bedankt. Zet in mijn spullen. Okay, hou je bek. Dat okay. Vind ik niet oké. Okay. In ons eigen kun huis, hè. Kun je die weggooien? Zet in mijn spullen. Die hebben we niet nodig. Swag, hey, dat is ook wel een coole, volgens mij. Oh, die vind ik wel mooi. Vouwtafel. Precies dezelfde. Wow. Hey, kom naar de kamer van Tim 5 december. Habbo Channel, foute uur. Daar kunnen we wel naartoe gaan. Niet openmaken, zegt hij. Hey, vertel me niet wat whatever. Ik en niet kan doen. You think you can tell me what to do? I like your shirt. We hebben hem opengemaakt en het boeit niemand. Nee. Alsjeblieft, die eerste meubel. Ben je een beetje laat mee, Wendy? Dicht laten. Wat zit er nou allemaal dicht laten? Hé, hey, hier alsjeblieft een cadeau. Ja. Niet openmaken. Mag ik, als ik wegga, wel weer terug mee? Maak het gewoon open, hoor. Kom, ga even kijken wat we allemaal hebben. Oh, nu kunnen we het erin zetten. Het bad eentje. Zet het neer. Hoppakee. Hier of zo. Hebben mensen wat hem hier? Nee, even twee naar boven. Twee naar boven. Oh, ja, hier? Hier, daar, ja. Dat zou ik eerder hier doen, denk ik. Nee, geloof mij dan maar. Je hebt verstand ga dat niet doen. Ik heb er gewoon verstand van. Maar ik zou het gewoon persoonlijk niet doen. Dus hier, het geitenmasker. Oh! Het is gewoon een... hier, een toch? Een zwevend dingetje. Ik zou hem liefst in het midden, in de pit zou ik hem knallen. Maar wie ben ik dan, hè? Dat hoekje hier. Ja, klik deze even weg. Wat zou jij die kruk hier? Kijk, het geitje die trekt gelijk wat aandacht. Ja, tuurlijk. Het gaat er gelijk omheen gedanst. Aanbeden. Het stoeltje kan hier wel mooi. Die panketjes blijven maar komen, hè? Ja, zo'n deurmatje erin knallen. Hier. Een pakketje, joh. Ja, dat joch staat ervoor. Oh, ik ben het zelf. Deze speciale. Dit is een intens spelletje, mag ik jou en mij geloven. Het is mooi. Ik wil eigenlijk nog wel bezoek bij iemand. Ik kan niet één nieuwe vriend... Ik ben even bezig, Timo. Oh, sorry. Even mijn spelletjes neerzetten. Dubbelklik om de geitenmasker om te gebruiken. Wow. Effectdoos. Dit geweldige effect kan slechts één keer gebruikt worden. Dus wees zeker dat je het juiste moment kiest. Die gaan Klik we dragen. Oké, je zal het effect dragen. Tot je go! Is dit het juiste moment? Dit is het juiste moment. Er is geen beter moment. Nee, dit is het juiste moment. Dit wordt intens. Go! Go! Dit is intens. Kunnen we niet ruilen met iemand nu? Zo mooi vind ik hem niet meer. Toen ik hem net opzette, leek hij mooi. Maar dan ga je details zien.
Ja. Die niet kloppen. Je begint ook een beetje te wennen en zo. Gewoon het... Hier, ze staan ervoor, maar hier... Het schilderwerk is niet heel goed. Niet heel netjes. Het is niet netjes, nee. Misschien zien andere mensen niet, kunnen we gewoon iets ruilen. Natuurlijk. Maar hoe? Gewoon aan de man. Wat vinden we mooi van iemand? Zoals een sjaal van deze man? De sjaal van deze man. We kunnen de sjaal van die man proberen te ruilen ervoor. Ja, wacht even. Hij verandert in een ziel of zo. Oké. Dan moet je even wachten tot hij klaar is. Dan moet je denk ik op hem klikken. Dan kan je denk ik wel ruil. Ja, ruil. Ik ben nog geen Habbo-burger. Had ik jou ook kunnen vertellen. Ja, we zijn nog geen Habbo-burger natuurlijk. En dat minachtende smijltje van... Dat lukt niet. Hè? Hey, als je wat centjes geeft, lukt het misschien wel. Oh, die knipoog, knipoog smiley. Oh, je gaat het echt proberen. Nee, dat lukt niet. Oh jee, dat lukt niet. Oh jee, je bent achterlijk. Oh! Wow! 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 Is dat Myth Lead. Dankjewel, Myth Lead. Favoriete subscriber. Ja, ja, ja. Als ik voor jou mag spreken... Spreek maar een keertje voor mij, hoor. Als ik toch voor je mag spreken, ja, zou ik zeggen Menno. Menno TR. Ik wil dat ook al zeggen, maar ik dacht, ik hou het even voor me. Nee, dat is goed. Dankjewel, Menno. Wat is dit? Vriendschap, verzoek. We gaan even één nieuwe vriend en dan gaan we even bij hem chillen. Die naakte, wil je echt die naakte man? Nee, nee, nee. Gewoon, we hebben 200 vriendschapverzoeken. Okay, ik wijs hem af waar hij bij staat. Oh. We kijken hem niet eens aan. En toch danst hij door en boeit hem helemaal niks. Moet ik niet nog wat spullen, wat cadeautjes openmaken? Of is het unboxing, unpacks video? Ja, inderdaad, dan noemen ze dat echt. Unpacking. Noemen ze dat unpacking? Voor mij is het wel een mooi woord voor. Unpacking stream, live. Als we wel met die klauwtjes vanaf blijven. Inderdaad. Oh, zoveel cadeautjes. Ja, dit is mooi. Maar wanneer intense unpacking. Unboxing. Wanneer gaan ze ons huis uit, vraag ik me alleen af. Ik las niet wat ze zeiden, maar... Er gingen weer de fouten. Het is unpacking. Er zit er weer een beetje... Unpacking. Maar dit is Engels, hè? Dus dan zit het weer anders. Nee, het is unpacking, ja. Oh. Hoe dom komen wij weer over? Ja. Ik verlies gelijk ook allemaal kijkers. Ja, maar onze kijkers zijn ook niet zo intelligent, hoor. Dus dat scheelt wel. Ja, nou, de helft heeft het niet door dat het verkeerd is. Maar het is unpacking. Weer een bad eend. Hij ziet er eentje in de kamer liggen. Is dat ook een geintje? Dat hij er eentje zag? Nee, dat is geen geintje, maar dat is niet grappig, Peter. Ik had het kunnen weten. Jij zegt alleen geinige dingen namelijk altijd. Als het geinig was, ging ik lachen. Om je eigen grap, ja. Om mijn eigen grap, ja. Als ik een grap maak, zijn ze te goed. Mag ik toch lachen? Het is wel zo. Mensen vinden het soms wel raar dat je lacht om je eigen grap. Ja, maar... Ik bedoel... Als iemand anders een grap, goede grap maakt, lach ik. Maar als ik zelf een goede grap maak, lach ik toch ook gewoon. Dat is niet heel raar. Uitleggen. Als jij lacht om je eigen grap, dan baseer je die grap toch ook op je eigen humor. Dus is het eigenlijk logisch dat je lacht om je eigen grap. Ja, eigenlijk vind ik het gewoon anders zeg ik het niet, nee. Nou dan. Zit iedereen te janken? Het loopt niet zo te janken. Oh, whatever. I don't care. Whatever. Ik weet niet wat we hebben gekregen. Ja, eentjes. Geef allemaal onze gare eentjes. Dit is een Oscar. Die hebben we al. Die kregen we toen de grootste YouTube-kanaal werden. Dit is roekeloos. Wat? Roos of zo. Volgens mij... Is Martijntje. Dit, wie is daar? Martijntje! Hoor ik hem? Martijntje! Of was Martijn niet? Oh jawel. Martijntje, ja. 007. Omdat hij cool is. Ja, tuurlijk. Wat zullen we doen? Zijn onze pakketjes nu open? Ja. Echt? Zijn onze pakketjes nu open? Ik heb niet eens gekeken. Ja, dat is, ik heb wat troep gekregen, man. Hier. Dat eentjes, nou, die gaan we niet eens neerzetten. Normaal zit je het eigenlijk om aardig te doen, zit je nog neer. Maar dat die gaan we niet eens doen. Die gaan we ook voor. Die gaan we gewoon verkopen. Ja, verkoop die troep. Je hebt een ruilpas nodig. Wat is het nou voor zielig? Die hebben toch eerlijk verdiend, onze spulletjes? Nee hoor. Open dit cadeau.
Dat is een bedreiging. Die kunnen we ook aangeven. Zullen we hem aanklagen? We gaan hem niet eens openen. We klagen die man aan. Kijken of je dat leuk vindt. Stuur hem iets terug. Ons advocaat. Ja. Kunnen we die terugsturen naar hem? Paarden? Waarom hebben we nog geen paard gekregen? Paardje! Waarom stuurt niemand ons een paardje? Mensen die kijken. Er is maar één manier om ons blij te maken. We accepteren je gelijk als vriend. Zover wil ik niet gaan. Nou, ik wel. Als ik een paardje kan krijgen. Paardje, man. Gaat niet echt kopen met echt geld. Dat... Mensen zijn wild, die zouden ja, waarschijnlijk echt doen. Dat moet je echt niet doen. Dat is niet de bedoeling. Dat is het geintje niet waar. Maar dan heb je nog een paardje liggen. Oh ja, we konden niet ruilen natuurlijk. We zijn wel apart nu met het geitenkoppie. Het probleem is als we nu weggaan, dan is hij weg. Hoe kunnen we gents, we zetten nu twee dezelfde mannen naar de muur te kijken. Wil ik toch even bijstaan dan? Ja, inderdaad. We hebben weer een subscriber erbij, helaas. Ik zat te kijken wie het was, ja. Maar... deze doet het stiekem, die probeert deze stream niet te verstoren. Maar voor mij is het stupido. Is het stupido? Ja, dat is stupido. Dat kan niemand anders zijn ook, volgens mij. En dan ga ik het ook niet eens opzoeken, dan geloof ik je en dan op je woord. Dat is stupido. Hij is een apart muziekje, ik hoor het later pas goed. Dankjewel, stupido. Okay, dit vind ik een geinig naampje trouwens, moet nodig poepen. Kunnen heeft Dion het ook als vriend toegevoegd? Dan gaan we hem toevoegen. Ja. En dan gaan we naar zijn huis toe. Of iemand anders met een poepgeintje erbij. Dat zou ook accepteren komen. Ja, hij heeft ons... Ja. Wow. Hebben we nou geld uitgegeven? Ik hoorde die euro alweer rollen uit mijn broekzak. Verdomme hamel. Om jij gelijk aan je zakken te voelen. Het was al te laat. Kom, we gaan naar zijn huis. Naar de geinige man. Kijk, deze man die moeten we negeren nu. We zijn al cooler. Ik voel me al beter. Ja, we zijn veel te cool voor hem. Hoe kunnen we bij onze andere man... Hier staat hij. Maar we moeten op hem klikken en dan... dan kunnen we hem toch naar zijn huis? Ja. Kijk, dit kan je waarschijnlijk wel waarderen. Zo bouw je een vriendschap op. Voor tips voor de mensen die aan het kijken zijn. Hoe moet je vrienden maken? Nou. We gaan gewoon bij hem langs. Ja, hoe moet dat? Druk op een van de knopjes. Wacht eens even. Hij is bij ons thuis natuurlijk. Hij is bij ons en nu zijn we onze geitenmasker kwijt. Onze geitenmasker? Nee! Moet ik hem ontvrienden? Ontvriend die man, onze geitenmasker! Ontvriend hem. Ban hem, alsjeblieft. Hoe kan ik hem ontvrienden, man? Ik wil die man weg uit mijn leven. Ja, alsjeblieft, haal die man uit mijn leven. Hoe je misselijk van? Het is hier vrienden voor het leven, want ik kan ze gewoon niet... Nee! Als je eenmaal die stap neemt, die sprong in het diepe, dan is het gewoon over ook met de pret. Dit is echt ongelooflijk. We hebben twee minkukels als vrienden. Verdomme man. Iedereen loopt te dansen en ik weet nog steeds niet hoe ik moet dansen. Iemand loopt op een paardje! Iemand loopt paardje. In ons huis om het erin te wrijven! Dit meen je echt niet, hè? Een paard in mijn huis! Ja, hij vroeg het niet eens. Hij kwam gewoon binnengelopen. We moeten echt een voordeur hebben, want het slaat helemaal naar meerdere mensen op paarden. Meerdere mensen op paarden in ons huis. Waarom gebeurt dit nou weer? Het slaat nergens op. Dat is asociaal. Ten eerste, waarom komen ze in ons huis op een paard en waarom hebben wij geen paard? Wij zouden de enige moeten zijn die op een paardje loopt in ons eigen huis nog wel, hè? Vragen we de paardje, fluister naar hem. Mogen we je paardje lenen? Misschien moet je eerst beginnen met aaien. Gewoon, mag ik hem aaien? Ik heb het al gestuurd. Oh, shit. Die quote-tekentjes moet je er toch bij zijn, anders weet hij niet dat we liegen, toch? Inderdaad, je moet wel duidelijk maken dat we aan het liegen zijn, ja. Natuurlijk. Anders is het natuurlijk lillig. Hoe kunnen we eigenlijk zien alsof het iets terugfluistert wordt? Ja, weet niet. Er zijn te veel tekst in mijn zichtveld. Alleen mijn paard. Oh! Pak hem! Hou die man tegen! Ik heb hem. Unleashed de paard! They call me the horseman. Call me the horse, whatever. Call me the horseman. Horseman. Just call me the horseman. Hey, don't call me a horseman.
Oh man, ik ben nu te zenuwachtig. Stap een paard, hier. Man. We gaan naar het ene jochthuis, dat is Stoere Boy. En dan komen we op een paard binnen. Ja! Kijk hoe hij dan kijkt naar ons. Maar die is ook bij ons thuis, volgens mij. Nee, toch? Die hebben we echt niet uitgenodigd, die man. Hey, is dit nou een geluidje van een nieuwe abonnee? Dat lijkt me wel leuk om te kijken tof. Wie dat is. Ja, super tof. Een nieuwe subscriber vind ik super tof. Super tof. Hey, thanks, man. Hey, thanks voor het subscriben, man. Ik vind je echt super tof. Top. Ik steek nu de duimpje omhoog. Super tof. Top, gozer en of live. Je bent top, man. Cycloop. Cycloop. Cycloop, super tof. Ik vind je een super tof, gozer. Ik vind het tof. Je bent gewoon tof. Je bent gewoon tof of je bent het niet. Cycloop, je bent tof. Hey, hij heeft ons paardje weer terug. Of was dat niet zo? Nee, dus, we hebben toch ons eigen paard nog binnen. Laten we niet zomaar... Onze paard is weg. Huisdieren. Geef ons een paard terug. We hadden toch onze paard, man? Hoe kunnen we dan in de... Er lopen ratten door ons huis. Ja, vind je... Smerige ratten. Kijk nou. We hebben nog niet eens een dag wonen hier. Een ijsbeer. Er loopt een ijsbeer in ons huis. Er loopt een ijsbeer in ons huis. Waarom gebeurt dit nou weer? Waarom is hij zo klein? Hier, pak het paard. Pak hem alsjeblieft op. Pak hem op. Aai hem eerst. Oh, aai hem man. Nee, iedereen gaat hem aaien. Pak hem zo mogelijk. Stop hem in je broekzak. Pak hem op. Pak dat paardje op. Ik heb hem opgepakt volgens mij. Maar waar ben ik? Je staat hier. Oh nee, nee. Ja, hier zijn we wel. Lekker. Hier staat hij gewoon weer. Waarom kunnen we dat... Pak hem op. Als ik hier ga... Huisdieren. Verdomme, hoe kunnen we... Ik wil een paardje bereiden, man. Ik wil hem bestijgen. En er staan nu vier dezelfde mannen naar de muur te kijken. Vier mannen. Wat is er zo interessant bij die muur dan? Waarom gebeurt dat in ons huis? Dat kan gewoon maar. Die gaan op de grond zitten naar de muur kijken. Met z'n allen. Worden er ook steeds meer. De ijsbeer is dood. De ijsbeer is dood. Dit is niet zijn leefklimaat. De ijsbeer is neer. De ijsbeer is neer. Dit is onze huiskamer. De beer is neer. Man, man, wat gebeurt er? Chaos in ons huis. Mag ik je eraan herinneren dat we niemand hebben uitgenodigd in ons huis? Wat gebeurt er allemaal? En er wordt een rode kaart uitgedeeld. Uiteraard wordt dat op dit moment gedaan. Tegen de muur ook. De beer is neer. We moeten dat paardje hebben. En naar de Stoere Boys huis. Dan zijn we sowieso cool. Misschien zit er in ons pakketje een paardje. Oh, dat ze tof zijn. Nee, dit is nog steeds die bedreiging volgens mij. Nou, dan gaan we even open als een paard en zitten accepteren we hem. Maar helaas. Er loopt gewoon een paard er los rond. En mannen, die man ging er wel op zitten. Er ging iemand ja, anders... deze man ging op het paardje zitten. We hebben cadeautjes, misschien zit er een paard in. Hij liep los. Misschien zit er een paard in. Nou, dat hoop ik maar voor die mensen. Unpacking. Unboxing. Dat boeit me niet. Wat is dit nou? Wat een twist. Zo geinig, moet ik zeggen. Geinig. Vind ik leuk. Een baard. Dat is geen baard. Koningsbaardje. Die neem ik aan. Accepteer wel, we hebben nu ook een mooi baard. Hier is jouw gratis paard. Heb net 5000 euro uitgegeven. Open nek. Houd dat voor de gek, we zitten in die maling. Nee, we gaan niet in de maling zitten. Moeten we hem gewoon laten liggen zelfs? We gaan hem laten liggen. Nee, maar ze zit het paard er wel in. We trappen er niet in, Timon. Ik ga niet gestuurd worden in mijn eigen huis. Dat is waar, maar straks zit het paardje in zijn huis nog gestuurd. Au! Doe normaal. We gaan niet gestuurd worden in ons eigen huis. Sorry. Meneer Mangoest. Oh, de Mangoes. De Mangoes. Is die meneer Mangoes, is hij geabonneerd? Nee, meneer Mangoes. Meneer Mangoes, dankjewel. Heel erg bedankt. Er zitten vijf mannen. Er zitten vijf mannen. Vijf exact dezelfde mannen. Zit er nu nog een man bij? Waarom zijn het er vijf? Waarom? Misschien moeten wij ze ook joinen. Misschien moeten we ons omkleden en ze ook joinen. Ja. De groepsdruk wordt nu wel echt heel zwaar voor me. Inderdaad. Straks zijn er meer mensen die naar de muur kijken in die outfit dan dat ze gewoon rondlopen. Ja, echt. Kijk in deze man. Nou, paraderen op dat paardje. Zullen we kijken of we hem kunnen aaien? Pak hem op. Koop hem. Koop voedsel voor hem. Kunnen we voeden misschien? Kan dat? Want het kost ook twee geld om hem te aaien. Nee, stuur hem weg! Stuur het paardje weg! Jawaar! Hier, stuur het weg! Stuur hem weg! Hoppakee, weg is het paardje! Als wij niet op een paard mogen, mag je niemand op een paard! Huh, waar is je paard nu? Ik weet het niet. De vraag waar zijn paard is. Kunnen we die ook wegsturen? Het leven is een groot feest. Hij heeft wel gelijk. Hij heeft wel een punt, dat is zijn motto nou eenmaal. Respect zeker niet. Hoe kunnen we. Uit ons eigen huis kunnen we niemand wegsturen, verdomme.
Kijk, als je zo gaat doen in ons huis met een paard, dan gaan we je gewoon wegsturen. Het paard staat er gewoon weer. Iemand staat, gaat er gewoon weer op. Dit is echt ongelofelijk. Ik heb dat nummer, er staat een paard in de gang, nog nooit zo begrepen, weet je wel. Nu komt hij veel harder aan in je ziel. Inderdaad. Eerst denk ik van, dat zal mij nooit overkomen. Lach je erom, weet je wel. Ja, vind je het geinig? Vind je het leuk? Kan je er even om lachen? Maar nu denk je, wat is dit nou? Dat is helemaal niet zo leuk als je denkt. Nee, dat is helemaal niet leuk. Het is helemaal niet geinig. Nu komt hij ook echt binnen als een treurig nummer, zeg maar. Eerst was het altijd een beetje... Het zijn zes mannen. Het zijn zes mannen geworden. Het zijn... Volledig zes mannen zitten op een rij. We gaan voedsel kopen. Ik kan hem op zijn minst voeren. Dolfijntje. Sardientjes. Oh, sardientje. Hebben we al een euro binnen? Nee. Hoe verdienen we geld dan? We gaan er niet werken op dit spel? Kom, we gaan erop duiken. Ik wil het zo graag. Ik wil zo graag dat paardje bereiden. Pak hem gewoon op. Je kan ook een paardje naar beneden. Kijk, klik eens op het paardje hier. Ja. Ze lopen nu allemaal en naar beneden. Misschien kun je meer opties. Rijden! 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 Go! Rijden! Go! Doen we het! Oh, die man ging er ook voor. Het zijn meerdere mannen weer. Hij is hoofdloos. Oh nee, hij was hoofdloos net. Hoeveel zijn het er nu? 3, 6. Zijn het er echt 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Het zijn 8 mannen, verdomme. Waarom gebeurt het? Ja, je weet het niet. We rijden een paard. Nu zijn we echt... Stuur die andere paard weg. Wij moeten de enige zijn. Weg, mijn huis uit. Dit is genieten. Nu gaan we gewoon een paar rondjes rijden. Hij pakt het paard er gewoon weer bij. Kan je hem niet bannen of zo? Wat is dit? Hier, niet cool doen. Ah, oké. Okay, de aanhouden wint, zeggen ze dan. Ja, inderdaad. Hij heeft het ook gewoon verdiend, hoor. Gewoon even een rondje lopen. Even een rondje... Rijden, genieten hoor. Van het paardje. Van wie is dit paard? Van ons nu. We mochten hem toch lenen, hè? Dit is tragisch. Maar waarom... Ja! Waarom om het in ons huis gebeurt? Te rouwen hierom. Er zat ook een naakte vrouw in ons huis te dansen. Dit is al lang geen feestje meer. Nee, ik weet niet wat er gebeurt. Ratten lopen hier rond. Ja, krokodil ook trouwens. Een krokodilletje. Een spin. Een volledige vogelspin. Dat vind ik nog het minst vreemde wat er op dit moment gebeurt. Is er nog een man bijgekomen of niet? Volgens mij niet. Het is wel een intens huis. Ja. Moeten we maar eens op visite gaan. Wil je kijken wat hier is? En nu kunnen we naar Stoer de Boy. Ja, maar houden we ons paard dan? Dat maakt niet uit. We kunnen gewoon zeggen, hey, weet je wat wij net hadden gedaan? We gaan Stoer de Boy. Ik ben onderweg. Waar ben ik? Een paardje sta je. Ja, ja. Dit moet ik dan toch doen. Even aanbellen. Even kijken of je dit leuk vindt. Hopelijk komen we op onze paard binnen. Dat zou echt mooi zijn. Ja. En dan niet zeggen. Nonchalant, hè? Gewoon een rondje om hem heen lopen en dan gewoon weer terug naar huis. Ja. Niks zeggen, ja. Niet aankijken, maak het gewoon een rondje. De paard ook niet laten aankijken. En gewoon weer terug naar huis. Hard aan die teugels trekken, zodat de paard niet zijn kant op kijkt. Misschien stijgeren. Even stijgeren voor het gezicht. En dan rustig aan, jongen, zeggen. Want dat klinkt altijd cool. Rustig, jongen. Oh, koest. Ja. Dat zweepie. Nee, dat is zielig. Misschien wel zielig, maar is het cool? Het is cool. Het is cool. Ondertussen zijn we nog steeds aan het aanbellen als irritante mannen. Echt gewoon ingedrukt houden, hè? Inderdaad. Hij doet niet open. Hij heeft er vast over gehoord, de verhalen over ons paard. Inderdaad. Wat is dat? Of hij is naar de manege. Hij is zelf aan het paard rijden. Ja, hij is zelf drie paarden. Ja. Hij is de baas van de manege. Waar is ons paard nou? Hey, waar is ons paardje? Deze zit hier nog heel depressief met z'n drieën. Ja, we kunnen niet aankijken, puntje, puntje. Oh. Wow. Ik voel me niet zo welkom, maar... Die man... Waar is onze man? Daar kunnen we zeggen dat we het paard hebben gereden. Die man is niet eens thuis, hij is weer van whatever. We zijn weer ingetrapt, we zijn weer niet de coolste. Kom maar binnen, maar ik ben zelf niet thuis. Man. Die man is echt stoer. Hey, doe alsof je thuis bent, man. Kom, ga terug naar ons huis. Die man heeft een paar cadeautjes. Misschien hebben we een paard gekregen. Die heeft de stoerheidtitel gewoon verdiend. Nee, ik geef nog niet op. We hebben nog even. Hoe kan ik ook weer naar huis? Ik vergeet het elke keer. Vervelend geluidje. Oh, ik vind het absoluut geen... Ik vind het een leuk geluidje. Is dat iemand nou ons typt? Ja, dat zal dit joch wel zijn. Maar we kunnen ze niet weg... Ik was al lang geband. Zijn naam was geinig, maar hoe kunnen we hem nu weg... Man, treurig man. Hier. Het
hartje, geen hartje, alsjeblieft niet. Doodskoppie. De doodskoppie. Man, die man, hè. Niet to the boy, die moeten we nog overtuigen, man. Oh. Nee, ook geen... Niks, casual, gewoon bovenste, je kan dat doen, ja, niks. Dan heeft hij misschien gezien dat we hem een hartje hebben gegeven. Toen, nee, man. Dat kun je nooit zien. En er lopen meer paarden rond nu. Ja, er lopen meer dan een paarden, maar we hebben cadeaus gekregen. Oeh, misschien een eigen paardje, dat zou echt mooi zijn. Dan kunnen we zeker naar een ander huis, want dat doen ze bij ons ook. Ja. Of hebben ze daar wel huisregels? Hey, oké, okay, ik ben cool, maar ik ben niet asociaal. Maar de stoere boy is wel gewoon een deur waar ze moeten aanbellen. Bij ons lopen ze gewoon naar binnen. Je bent een kei. Maar misschien is het ook wel goed, juist. Wat is dit? Dat is... Stenen. Dat was een woordgrapje met een kei, zeg maar. Oh. Dat is wel geinig. Ja, dat is wel goed. Wat? En zelfs een... Oh, bij hem thuis is wel... Gaat hij nou even tegen ons vertellen dat bij hem wel een, thuis ja, wel een paard niet, is? Dat hoef je niet te doen. We hebben die meerdere... Jullie openen ze niet. We hebben geopend, deze man. En... Stront. Je had beter niet kunnen openen. Ja, hier. Wat wil je nou dat we zeggen over je keukenblok? Ja, ik weet niet. Hij hoopt echt dat we blij ervan werden of zo. Ja, ik weet niet hoe hij dat voor zich zag. Hij had waarschijnlijk al een heel hele scenario in zijn hoofd. Van, oh, zo gaat het gebeuren. Ja, zo gaan ze reageren. Dat hij naar hem toe kwam en zei, hey, dankjewel man. En dan ga ik dit zeggen. Maar dat gebeurt nooit. Ja, die mensen tegenwoordig. Een chocokonijn. Zo'n manier zetten, zodat we het doen alsof... niet? Zet hem naast, daar in het hoekje waar dat je net niet in beeld ziet, zeg maar. Voor de helft zie je hem niet in beeld. Ja, dus, oké, dat is goed. Wil je nog gestuurd worden of... Nee, we gaan niet. We gaan ik geloof niet dat er een paard in zit, dus... Nee, er zit ook geen paard in. Er zijn nog steeds 8 mannen trouwens. 8 mannen wat? Die aan ons muur lopen. Oh ja, nee, natuurlijk. Ja, ik begin te wennen, ze vallen ja, niet eens meer op. Ja, ze vallen niet meer op, nee. Er staat iemand in de fik. Er staat iemand in de fik. Ja, dat moet je gewoon negeren. Eerst netjes vragen, Jan. Nee, nee, nee. Doei. Nee. Nee, want ik ben cool. Ga zelf weg. Het is mijn huis. Het is ons huis. Wat is dit nou? Er zit een paard in het cadeau. We kunnen dit paardje ook gaan pakken. Hij heeft vlechtjes. Oeh. Die kunnen we niet bereiden, die hebben we niet onder controle. Hij is niet zo blij. Hij is niet zo blij. 9 uit 100 blijheid. Dat is een heel depressief paard. Niet zo blij met het kapseltje. Kom, we gaan een cadeautje openen. Als het geen paard is, dan stoppen we. Dan gaan we gewoon stoppen. Dan hoeft het voor mij ook niet meer. Nee, dan hoeft het echt niet meer. We gaan het pakketje open. En als we weer in een maling zitten, dan gaan we gewoon weg. En dan komen we niet meer terug ook. Zullen we doen? Open het cadeautje, ben je er klaar voor? Nee, ik wil eerst even benadrukken hoe erg ik het vind als er geen paard in zit. Ik ook, maar dat weet iedereen. Dan breek je mijn hart. Dan breek zijn we weg. Zonder een woord te zeggen gaan we weg. Mijn verdomde hartje. Ja? Jouw tere hartje, ja. En ik wil dat jou eigenlijk ook niet aandoen. Ik weet niet of we moeten doen. Want het doet gewoon pijn. We weten dit doet echt pijn, ja. Maar misschien... We hebben een trouwe fanbase. Misschien zit er een paardje in. Je moet blijven dromen. En als je er niet in zit, dan ben ik toch teleurgesteld in het leven. Oké, zullen we hem tegelijk indrukken? Het, ja, we willen wel aftellen dan, want dit is wel een mooi moment. Hè? Waarschijnlijk wordt dit een mooi moment. Ja. 3, 2, 1. Het is een wortel. Het is een wortel, Timon. Weet je wat het erge is? Wat eet een paard? Dit een wortel. Al hadden we een paard, dan hadden we hier tenminste nog iets aan. Weet je wel? We hebben een paard. Nee. Werd ons beloofd dat hier een paard in zat. Er zit niet eens bijna een paard in. We hadden het aan de grootte van het cadeau kunnen zien. Want het paard is veel groter dan het cadeautje. Het paard is echt veel groot. Daarnaast hadden we gewoon kunnen zien dat er geen gaatjes in het pakketje zaten. Het kon toch een dood paardje zijn? Dat was een paard. Dat daar was ik blij mee geweest. Dat was genoeg voor mij. Op zo makkelijk ben ik. Zelfs die mannen piepen. Ja, die mannen hoeven... Dat hoeft niet meer, hoor. Oké,
Kijk, die gaat zelfs dansen. Voor mij hoeft dit niet meer. Ja, ik ben er gewoon klaar mee met dit spel, Peter. Ik vind het ook genoeg. Ik dacht dat het leuk was, maar het was slechts een roes. Een roes? Dames en heren. Marco heeft weer gelijk. De meeste dromen zijn weer bedrog. Hij zegt het vaker. Hij zegt het al de tijd, al die tijd, het jaar heeft hij dit gezegd. En luisteren wij naar Marco Nevel? Nee. Wij blijven weer geloven in het leven. Ik heb het gehad. Ja. Dames en heren, ik bedank jullie voor het kijken. Is dit nou jouw eerste streampie? Dan mag je van geluk spreken, want de habbo, nou, dan maak dit je was geniet, jongens. Dit is leuk. Maar druk dan even op het volgknopje, dan blijf je op de hoogte van al onze streams. Je kunt ons natuurlijk ook volgen op onze social media feeds. Op /lekkerspelen op Facebook. /lekkerspelen. En /lekkerspelen. / spelen op Twitter. Dan valt er nog maar één ding te doen. En dat is afsluiten met ons allen nieuwste nummertje samen. Ja. En waarom hebben we samen een nieuw nummer gemaakt? Volgende week ben ik er niet meer. Ja, ik heb eigenlijk ook... ingestudeerd met de nieuwe. Oh, het is wel bekend wie de volgende week eigenlijk is. Ik kan er nog gewoon niks over zeggen, want het moet nog ondertekend worden. Het contract, ja, oké, maar je hebt wel een mondeling overeenkomst. Ja. Dat is mooi om te horen. Volgende week zit ik gewoon in de chat mee te genieten. Dus jullie kunnen zeggen tot ziens, Timon. Ik zie jullie natuurlijk elke maandagavond doen we een streampje en soms ook gewoon een casual streampje tussendoor. Zullen we met z'n tweeën dat... Nee, dat hoeft niet van mij. Je hebt niet geoefend, hè? Ik heb niet geoefend. Nee, oké. Okay, nou, dan gaan we... ga ik uitzetten. Wat ga je nou zo echt zo doen? Wat? Nu ga je doen alsof het aan mij ligt? Nee, het ligt niet aan jou. Het ligt aan mij, want ik heb niet geoefend. Ik ben degene die het nummertje niet kent. Dus het ligt helemaal aan mij, Timon.